Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe video van mij. Wij zijn in Londen, dat hebben jullie aan mijn vorige vlog al kunnen zien. Vandaag is het officiële tweede kerstdag en we gaan lekker de stad in om te shoppen met z'n allen. Nou, wij zitten gezellig in de taxi. Het is best wel vroeg, maar we gaan expres vroeg de stad in, want tweede kerstdag in Londen kennen ze eigenlijk een soort van niet. Het is echt een shoppingsdag, zeg maar. Dus mensen zijn al, tenminste wat we hebben gelezen, is dat sommige mensen bij bepaalde winkels al vanaf 6 uur in de ochtend in de rij staan om 8 uur naar binnen te kunnen. Blijkbaar is het echt een dag met heel veel aanbiedingen. Vanaf vandaag beginnen heel veel grote warenhuizen met aanbiedingen en zo. En zo zitten wij dus in de taxi, een beetje verduwd. Hallo! Maar we gaan nu als eerste ontbijten. We gaan voor de English breakfast. Dus ja. En morgen gaan we met z'n allen hier weg. En vind het echt jammer, want het is echt heel erg leuk hier. Maar we gaan nu als eerst ontbijten en daarna gaan we lekker de stad in, zoals ik al zei. We hebben zelfs gelezen dat bij sommige winkels staan mensen al vanaf 6 uur in de ochtend in de rij deze dag, zodat ze om 8 uur naar binnen kunnen. Nou, ik ben echt benieuwd hoe het allemaal zit met de sale en zo, maar dat laat ik jullie weten. Voor de winkel. Nou, Harrods is een hele grote warenhuis. Hier eigenlijk te vergelijken een beetje met de Bijenkorf. En nou, zoals je hoort, de taxichauffeur reed er net langs en bleek een hele grote rij te zijn voor de deur. En dat is hartstikke normaal hier op de tweede kerstdag. We hebben net ontbeten, zoals jullie zagen, die pannenkoeken waren niet zo heel lekker, vind ik. Ze waren heel droog, en, maar ze zagen wel super lekker uit. En we gaan nu horloge van Moustie verkleinen, want dat hadden we namelijk nog niet laten doen. We zijn nu in de stad en de rest is even naar Harrods gegaan. En zometeen als wij hier klaar zijn, gaan wij er ook heen. Nou, we zijn de winkel uit en... Hier heb je allemaal winkels. We gaan nu eerst naar Harrods. En ja, ik heb echt zin in deze dag. Ik weet niet waarom. Het is onze laatste dag in Londen. Alleen morgenochtend hebben we dan nog. En de rest is naar Harrods gegaan. Dus we gaan even nu naar hun toe. Nou, dit is Harrods. Sale. Kijk, die rij voor Gucci is niet normaal. Maar het is gewoon veel te druk. Dus ik denk dat wij even naar de kinderafdeling gaan. En daarna gaan we beter naar de boutiques zelf, dus naar de winkels zelf van de merken. In plaats van hier waar alles open is. Want hier is het gewoon echt veel te druk. We hebben dus bijna 20 of 25 minuten gewacht totdat iemand ons kon helpen. Moes en ik gaan even twee armbanden halen van de Trinity lijn. Ik neem de rode en Moes neemt de zwarte. Zodra ik hem om heb, laat ik jullie even zien. Moustie, what you doing? I'm busy. We
zijn nu bij de kinderafdeling. Ah, kijk hoe leuk die zijn. Zo schattig. Kijk die. Ja, klopt. Nu even bij de kleding kijken. Deze Harrods-winkel is echt niet normaal groot, vooral voor kinderen. Ze hebben hier echt alles voor kinderen. Het is echt zo mooi, maar ook voor volwassenen. Het is gewoon niet te vergelijken met Bijenkorf, het is gewoon Bijenkorf keer 10. Maar ze hebben echt hele mooie dingen, echt niet normaal. We zijn hier letterlijk vanaf 11 uur binnen en het is bijna 4 uur en we zijn nu pas klaar. Dus moet je nagaan hoeveel dingen je hier hebt. Het is echt niet normaal. En wij gaan nu lekker naar buiten, want Cora en zo die waren allemaal al naar buiten gegaan. Een tijdje geleden, dus we gaan nu zo binnen. Nou, wij zitten in de taxi. We gaan even naar de andere toe. Waar gaan we heen, Hedde? Hoe heet die burgertent? Shake Burger of zoiets. Die zijn daar en wij gaan nu naar hun toe. En daarna, als we daar hebben gegeten met z'n allen, gaan we naar de Winter Wonderland. We gaan wel eerst naar hotel om onze tassen neer te zetten. En daarna gaan wij met z'n allen naar Winter Wonderland. Gezellig. Naar de kermis, een soort van kermis. En kerstmarkt. Ik weet het. En ik kwam net een meisje tegen. Uit Nederland en die zei tegen mij dat ze naar mijn vlogs kijkt en dat zij mij volgt. Heel leuk. Dus als jij nu zit te kijken toevallig, echt leuk dat je me aansprak. Vond ik echt heel erg leuk. En wat een mooie meisje was dat. Kwam uit Nederland. Ja, we hebben eigenlijk de hele dag doorgebracht in één winkel zoals ik al zei. En na de Winter Wonderland gaan wij als het goed is naar... Hoe heette die ook weer? Mykonos? Novikov, sushi eten. Oh, met dat Mykonos. Ik maak daar hele Russische achternaam van. En ik heb net trouwens een vlog online gezet. En heel veel mensen zeggen, je praat heel irritant, heel snel. Ik weet niet waardoor dat komt, maar normaal praat ik niet zo snel. Ik hoop dat je nu niet aan het irriteren bent aan hoe ik praat. Net deze trouw bij de Zara gehaald. Jullie zagen net dat ik naar de Zara naar binnen ging. Maar wij hadden echt geen zin om bij de Zara. Zara was gewoon chaos. Nog 10 keer erger dan Harrods. Dat was niet normaal. Toen heb ik snel deze cool trui gevonden. Dit is eigenlijk een soort van een crop top, maar ik heb onder een hemd aan. Dus bij mij zie je geen huid of zo. Want dat draag ik niet. En ik vond hem echt heel erg leuk. En hij was 19 pond. Dat is volgens mij nog 23 euro. Hij was voor de helft afgeprijsd. En mijn andere trui die ik vandaag aan had, die is heel erg vies geworden. Dus vandaar dat ik eigenlijk al zo heel lang op zoek was naar zo'n witte kooltrui. En eindelijk heb ik zo best gevonden. Ja, morgenochtend gaan wij alweer vliegen. Maar waar we naartoe gaan, vertel ik straks pas. Doei! Zo, we hebben net even een mini-burger gegeten. Toen zijn we met z'n allen naar hotel gekomen. En we gaan zo naar Winter Wonderland. We hebben tassen neergezet. Oh, die belichting is zo lelijk. Maar ik heb er heel veel zin in. Jij ook, Moestie? Mm-hmm. We gaan dus nu als eerste naar Winter Wonderland. En daarna, I don't know waar we heen gaan. Misschien sushi eten, misschien niet. Goedemorgen. Wij zijn een dag verder. Wij zouden eigenlijk zo meteen gaan uitchecken. Want gisteren was in dit hotel geen kamer meer beschikbaar. En wij zeiden, tenminste kijk, onze planning was eigenlijk dat we vandaag 1 dag naar Milaan zouden gaan, Moes en ik. En morgen vanuit Milaan weer terug naar Amsterdam, of tenminste naar Nederland. Maar we vonden het zo leuk hier in Londen dat we dachten, ja, laat die Milaan lekker gaan. Dan blijven we een dag langer. Dus we wilden ons hotelkamer, dus ons kamer, verlengen voor een dag hier in Londen. Maar dat kon niet, want dit hotel zat volgeboekt. En vanochtend, toen zei ik gisteren,
zo tegen moest van laten we morgenochtend maar lekker rustig kijken tijdens ontbijt, zeg maar. Maar vanochtend, wanneer ik wakker werd, ging ik kijken op Booking. En toen stond dit hotel helemaal bovenaan met dat er nog 2 kamers beschikbaar zijn. Dus we hebben meteen naar beneden gebeld, naar de receptie. En gevraagd of we voor 1 dag kunnen bijboeken. En dat kon gelukkig. Dus... wij blijven 1 dag langer, want ik had gisteren gezegd, want morgen gaan wij vliegen. Maar waarheen, vertel ik jullie straks. En dat ben ik gisteren vergeten te vertellen. Maar eigenlijk zouden we naar Milaan gaan, maar dat gaat niet door. Maar daar blijven we 1 dag langer in Londen. En morgen gaan we heel vroeg lekker terug naar Nederland, lekker naar kids. Want daar hebben we nog de hele dag met de kids morgen. Dus wij blijven 1 dag langer in Londen en wij hebben er heel erg veel zin in. Wij wilden naar Milaan gaan ook om te shoppen, maar wij hebben liever dat we hier verder gaan shoppen. Aangezien hier heel veel kortingen zijn en heel veel winkels zijn, veel meer dan in Milaan volgens mij. Cora en Hilal, daar hebben we net afscheid van genomen. Die zijn terug naar Duitsland gegaan. Engin en Euke, die hebben 1 dag ook verlengd. Dus die blijven ook 1 dag langer. En wij gaan dus nu ontbijten. Wij gaan naar Choppa. Choppa is dat glazen, zeg maar die glazen bol waar je in kan eten. Je hebt daarnaast ook gewoon een plek waar je binnen kunt zitten. Maar we hopen dat we in een van die glazen bollen, zeg maar, plek krijgen zometeen. Maar zo niet, dan gaan we lekker binnen zitten daar. Nou, zo ziet dit hotel eruit. En als je, zeg maar... een perfecte locatie wilt qua ligging in Londen. Dit hotel is gevestigd namelijk aan de Park Lane. Dat is echt gewoon midden in het centrum. Alleen normaal zijn hotels hiervoor bij Park Lane zijn echt gewoon veel te prijzig. Daar zit je echt tegen de 800 tot 1000 euro per nacht. En dit hotel is echt een uitzondering. Dus zeg maar, als je echt met kinderen komt, dan zou ik niet in dit hotel komen zitten. Maar als je bijvoorbeeld gewoon met je partner of met vriendinnen of zo naar Londen komt, dan zou ik zeker in dit hotel gaan zitten. Want je slaapt hier toch, je slaapt hier alleen, maar voor de rest ga je toch niks doen in het hotel. Dus ochtend ga je eruit en heel laat avond kom je terug. Tenminste, dat doen wij. En je ziet hier ook echt geen stelletjes met kinderen. Dus je ziet hier alleen maar koppels, zeg maar. We zijn bijna bij Joppa, maar kijk hoe mooi het hier is. We waren net bij Choppa hier, maar er is een hele lange wachtrij, want je kan niet reserveren met deze dagen. Dus je moet gewoon in de rij wachten en we moesten 1 uur wachten, maar dat willen wij niet doen voor eten. Dus we gaan daar niet eten, we gaan even wat anders zoeken, want je hebt hier genoeg restaurants hier eromheen. Je hebt hier zelfs een pool zitten, dus wij gaan even op zoek naar wat anders. We gaan naar Wagamama. Wagamama. Wij komen net door Moestie achter dat je Engelse pondgeld niet kan schuren. Dus wij zijn nu in Westfield Shopping Mall van Londen. Is de grootste blijkbaar. Want Euku en ze hebben een vriend hier wonen die heeft ons hierin gebracht. En Euku en ik gaan dus lekker rondkijken. En de jongens die zijn even koffie gaan drinken of ze gaan naar de bios, weten we nog niet. Maar het is hier mega groot. Hier hebben we Urban Decay. Kijk, de make-up studio van Urban Decay. Heel mooi om te zien. Hier heb je die winkel en hier heb je dus die make-up studio. Lekker grote Zara, mega grote Zara. En ik vind deze zo grappig. Lees die tekst. Nou,
Wij zijn... Ik ben net omgekleed. En Moester wilde zijn koffer niet openmaken, want hij heeft zijn koffer al ingepakt. Wij zijn terug van de grote shopping center. En wij gaan nu uit eten. Wij gaan nu uit eten bij Kaarsjes Restaurant. De rest gaat er ook heen. En dit is onze laatste avond hier. Laatste keer uit eten. Ik heb er veel zin in. En ik ben echt benieuwd wat ze hebben qua eten. En hoe het eigenlijk daar eruit ziet. En alle taxichauffeurs zijn hier zo lief. Zoals jullie weten gaan wij dus naar de Tarshish restaurant. Het is net buiten Londen. We zijn al 40 minuten onderweg vanuit het centrum van Londen. Want wij zitten in het centrum in het hotel, dat weten jullie. Maar, het blijkt wel echt waar te zijn. Het blijkt een hele leuke restaurant te zijn. En het stelletje die met ons is, Eukü en Engin uit Ankara. De vriend van Engin is daar de eigenaar van. Dat heeft Eukü mij net verteld via de app. En wij hebben echt een super leuke taxichauffeur. Hij is echt heel erg leuk. Maar hij heeft zo een aparte accent. Ik nog nooit eerder heb gehoord. En het is echt heel moeilijk om hem te verstaan. Maar alsnog is het echt heel erg leuk. En sorry dat het zo donker is in de auto. Dat heeft te maken met dat hier heel weinig licht is buiten. Vandaag bij de shoppingcentrum, wat ik wilde zeggen, is... Oh my god, het was zo groot. Ik heb echt nog nooit geweten dat je zoveel kunt shoppen in Londen. Dat is echt niet normaal. Dus echt, als je een keer goed wilt shoppen, dan zou ik zeker naar Londen gaan. En aangezien Londen maar 45 of 50 minuten vliegen is vanuit Amsterdam, is het echt makkelijk te doen. En ja, ik zou, als je nooit eerder in Londen bent geweest en je denkt van ja, Londen, lijkt een beetje op Nederland, dat is altijd wat ik een beetje heb gedacht. Maar ik heb echt blijkbaar heel erg verkeerd gedacht, want het is echt heel erg leuk. Dus ik zou zeker, als je nog nooit in Londen bent geweest, naar Londen gaan. We hebben natuurlijk ook heel veel geshopt. En wat we allemaal hebben gekocht, heb ik echt geen tijd om dat te laten zien. Zolang ik in Londen ben, aangezien we morgen weggaan. Zodra ik in Nederland ben, ga ik het jullie laten zien. En dus dat komt er sowieso aan. Voor degene die... En de prijzen ga ik ook benoemen. Want we hebben best wel heel veel in de sale gehad. Want de sale is hier echt heel erg hoog. Het begint echt niet bij 20%. Maar al gelijk 40, 50 of 70%. Dus anders dan in Nederland. Want in Nederland stapelt het zich een beetje op meestal. Maar ja, we zijn er. Dus ik ga zo uitstappen. Goedemorgen, vandaag zijn we een dag verder, vandaag gaan wij uitchecken, het is heel vroeg. Wij zijn een beetje aan de late kant, we gaan nu Uber bellen en daarna gaan we uitchecken. En ik ga even lekker een TikTok nemen. Jongens, we zijn even gaan ontbijten op de airport en kijk hoe ze die ei hebben gekookt. Super grappig. Ik heb dus ei, tomaat, avocado en brood. Hier heb je ook nog een aardappelkoek, die heb ik van Moestie gestolen.